President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de uitstel bij exploitatie van olie en gas tot 2027 voor de Surinaamse kust als teleurstelling overkomt bij de natie. Echter is het geen ramp, zegt het staatshoofd. Er moeten juist kansen worden gegrepen om te investeren in de voorbereiding. Dit stelde het staatshoofd in een videoboodschap via de communicatiedienst Suriname. De president ging in op de kwestie na een presentatie van staatsolie de vorige week ten behoeve van het ontwikkelingstraject voor het offshore gebeuren in Suriname. Omdat we juist in deze tijd van crisis, in deze tijd waar olieprijzen aan het stijgen zijn, gasprijzen aan het stijgen zijn, dat wij ook heel goed konden profiteren van die eerdere exploitatie. Is het een ramp? Nee. Want hieruit kunnen we ook onze kansen aangrijpen. En wat zijn die kansen? Die kansen zijn namelijk dat we meer kunnen investeren in de local content. De local content voorbereiden op die oil and gas marktontwikkeling. Die local content voorbereiden op die internationale markt, waar onze local content onvoldoende toegang krijgt, bij bidding bijvoorbeeld, bij openbare inschrijvingen. Maar ook onze local content bedrijven in van Suriname, die nog niet gecertificeerd zijn, die de internationale normen en standaarden en procedures niet halen om te kunnen mee profiteren. Hier zijn de kansen om meer te gaan investeren, sneller te gaan investeren, zodat ze toch nog kunnen meedoen op de kansen die ontstaan als gevolg van die oil and gas. De president zegt verder dat er meer ruimte is ontstaan voor investeringen in het shore-based gebeuren op weg naar 2027. Hij stelt dat meer bedrijven zullen kunnen investeren in de productie van olie die wat later komt. Vooral onderwijsinstituten moeten de handen ineenzetten om studenten voor te bereiden om te werken in de olie- en gassector.